het eigenlijk teruggeven van de energie in de vorm van in entropiezin. Wanneer er geen wanorde meer is, wanneer er volkomen orde is, dat is die perfecte kennissituatie, dan zou er dus energie worden teruggegeven. Ja. En dat heet ook wel negatieve entropie. Dat is een heel interessant fenomeen, zeker op kleine schaal, maar ook op zeer grote schaal. En hier is nou die quantumcomputersituatie aan de orde. En met name de Majorana-computer aan de orde. En dan lijkt mij daar nog een schaalvergroting of een trap. Leo snapt hem. Leo snapt hem, kom op. Dus het deeltje, antideeltje, warmte, antiwarmte, ding wordt gewoon niet warm, kan een stuk sneller. Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Want inderdaad, je weet het allemaal dat als je een laptop gebruikt, na een tijdje wordt die warm. En dat is echt omdat die informatie die in je computer behandeld wordt, elke keer als er een nulletje naar een eentje wordt omgezet, geeft dat een klein beetje warmte. Die computer die heeft ook een richting van de tijd, als ik het zo even mag zeggen, die entropie. Dus als we bijvoorbeeld als we een flesje eau de cologne hebben en alle eau de cologne zit in het flesje en ik maak het flesje open, dan na tijd zal die eau de cologne, die hele geur over de hele ruimte hier verspreid zijn. En dat is een toename van wanorde, een toename van entropie. En hetzelfde verschijnsel vindt ook plaats in je computer. We beginnen met een computertechnisch voorbeeldje. Je hebt van die computerporten, heette die, een endport of een notport, waarbij je een nulletje en een eentje aan de ingang hebt, en dan komt er één getal aan de uitgang, bijvoorbeeld een nul of een één, eentje. Twee stop je erin, eentje komt eruit. Dat betekent dat je de tijd nooit kan omkeren. Want ik heb hier maar één getal, laten we zeggen een één, die kan ik nooit terugsturen en dan eens twee getallen krijgen. Dus die informatie in een computer die loopt ook, net zoals dat flesje de klonje, één kant op. Het is niet omkeerbaar, irreversibel. En dat irreversibele proces zorgt ervoor toename van entropie. En zorgt voor het warm worden van je computer. En nu is er een meneer geweest in de jaren 50, en ik heb hem zelf nog gekend, Rolf Landauer. Die voor het eerst bedacht heeft, kunnen we niet een systeem verzinnen wat reversibel is? Dus dat die informatie zowel de ene kant als de andere kant kan oplopen. En dit zou de ultieme limiet zijn van zo min mogelijk warmteontwikkeling in je computer. Dat je in ieder geval de informatiebehandeling reversibel maakt. Nou, een kwantumcomputer werkt ook zo. Een kwantumcomputer behandelt alle informatie omkeerbaar. Dus je kan de tijd die kant op laten lopen of die kant op laten lopen. Dus bij het proces zelf vindt geen dissipatie plaats. Ja, dus het wordt niet warm. En bij je Majoranas, want je houdt die deeltjes bij nul energie, idem dito. En ook daar kan je terug in de tijd, zolang je ze maar niet annihileert. Ja. Als je het gaat annihileren, dan ontwikkel je warmte. Maar als je ze niet annihileert, dan kan je ook weer terug in de tijd en naar het begin lopen. En zou je dus ook een computer kunnen maken die niet warm wordt? Ja. Nou, het antwoord op je vraag is dus gewoon ja. Alsjeblieft. Piero Deel. Goed. Nou, even wat praktischer met Victor Lout. Welk belang, if any, heeft dat tweede Majorana deeltje aan het einde van de nanodraad? Victor Lout, kom er even bij. Ah. Victor, welkom. Nou, hier heb je over Science. Dank je. Alsjeblieft. Nou, je blijkt me heel goed zitten opletten, want inderdaad, bij die Duplo-blokjes in het begin, daar zat er boven en zat er eentje in. Later op de plaatjes ook weer. Kun je het niet gewoon meteen doen, dacht je waarschijnlijk? Of... Nou, ik dacht eigenlijk, arm Majorana-deeltjes, zoveel moeite erin gestopt om er twee te maken. En het elektron reageert maar met één in de meting en dat andere deeltje blijft daar dan zitten. Dus ik begrijp nu wel wat er in de toekomst met twee moet gebeuren, maar is er in het experiment nu al iets, is er al een rol voor het andere Majorana-deeltje weggelegd? Heb je hem al gezien, het tweede deeltje? Ja, nou, helaas nog niet. Oh, het wordt verondersteld. Nee, het is inderdaad... Nee, nou, het is niet helemaal waar. Oké. Nu botsen we steeds maar tegen de een aan. En soms draaien we het experiment om. Dan komen we vanaf de andere kant en dan botsen we tegen die andere aan. Dus die zit er ook. Ze zitten er allebei. Okay.
Maar in zekere zin gebruiken we die paar, het feit dat ze in een paar komen, gebruiken we nog niet. En dat begint pas een rol te spelen bij dat vlechten, wat Vincent vertelde. Met één kan je moeilijk vlechten. Oké. Nou, redelijk eenvoudig. Maar, is dat een antwoord op de vraag? Het zou het er wel moeten zijn, hè? Want één Majoranedeeltje, dat kan toch niet bestaan? Ja. We hebben het nog niet gecontroleerd op hetzelfde moment, dat we tegelijkertijd van twee kanten kwamen. We hebben een experiment gedaan van deze kant en van die kant. En dan zitten ze er allebei. Maar het zou een mooi experiment zijn als je echt van tegelijkertijd van twee kanten kan komen. Dat gaan we nu ook gewoon doen. Ja. Kijk, het volgende onderzoek is al begonnen. Dat is het mooie van onderzoek, hè? Het roept steeds weer nieuwe onderzoeksvragen op. Ja. Doe je zelf iets in de wetenschap? Ik werk ook bij FOM, de organisatie die Fundamenteel onderzoek der materie, of zo heet het, geloof ik. Ja. Oké, nou, goed werk. Dankjewel. Dankjewel. We doen er nog eentje, oké? Okay? Ja, oké. Ik heb een speciale vraag. Oh, oké. Okay. Nou, die mag dat je ook zelf goedgekeurd. Die. Nou, dan doen we die. Nee, het is geen censuur of zo, hoor. Dat is gewoon voorkeur. Dat was het ene meisje van de middelbare school van 15 die een vraag had over positronen en protonen. Ja, voelt ze zich aangesproken? Weet ze wie? Ja? Ah, kom er even mee. Applaus. Applaus. Ja, dankjewel voor jullie inzending. Ja, Leo die heeft dus ondertussen ook even mee zitten kijken naar alle inzendingen. En het is een behoorlijke stapel geworden. Toevallig hadden we dit er dan uit gelicht. Maar kunnen jullie de vraag nog een keer herhalen? Is een positron hetzelfde als een proton? Ja. Dat was de vraag. Ja. Oké, okay, is dat hetzelfde? Het antwoord is nee. Ah, kijk. Ze hebben niet twee namen verzonnen voor hetzelfde deeltje. Het positron is echt het antideeltje van het elektron. En een proton is dat positief geladen samengestelde deeltjes uit quarks die in de atoomkern zitten. En ze zijn echt anders. En dat kun je dus testen of ze anders zijn door bijvoorbeeld een proton en een elektron samen te brengen. En dan zie je dat ze niet annihileren. En als je dat doet met een positron en een elektron, annihileren ze wel. En ontstaat er een lichtflitsje. Dus het is heel makkelijk te testen. En het aardige van de vraag en van het verhaal is denk ik dat aan het begin van het heelal, net na de Big Bang, denkt men in ieder geval dat er evenveel elektronen als positronen waren. Maar bijna al die, en die vlogen rond in dat hele kleine universum vlak na de Big Bang. En die heel veel daarvan zijn elkaar tegengekomen en hebben elkaar geannihileerd. Dus in het begin hadden we heel veel deeltjes. De meeste daarvan hebben hun antideeltjes zijn ze tegengekomen en zijn geannihileerd. En wat blijkt uiteindelijk? Dat er toch iets meer deeltjes waren dan antideeltjes. En dat in ons universum... Snap je het nog? Ja. Ja, dan moet je het zonder Duplo doen. Hè? Dat is veel moeilijker. Ja. Dat in ons universum eigenlijk alleen de deeltjes overgebleven zijn. Dus alle planeten, sterren en noem maar op, dat zijn deeltjes. En de antideeltjes zijn kwijtgeraakt. Maar ik had eigenlijk nog een vraag. Oh, tuurlijk. Zeg maar, ik weet niet of het goed is of zo. U zei van die twee Marianedeeltjes of zo. Er is een probleem. U weet niet of ze samen een gat kunnen vormen of zo'n belletje, toch? Ja. Maar is het niet mogelijk dat je dan vier kan maken? Want dan heb je genoeg voor een gat. Of een bulletje toch? Ja. Ja. Ja, gewoon ja. Ja. Ja, dan kijken we naar Vincent, maar het is gewoon ja. Nou, in het plaatje van het breien zag je een heel aantal van die Majorana's die je allemaal om elkaar heen gaat bewegen. En inderdaad, als je er meerdere hebt, hè, dan kan je inderdaad een heel gat maken en een heel elektron. Maar het aantal wat overblijft is altijd een even aantal. Dus bij die eerste vraag die we vanavond hadden, kan je er eentje opheffen en die ander niet. Dat kan niet. Je zal altijd een paar opheffen en een even aantal overhouden. Ja. Maar als je vier hebt en je heft ze allebei op, dan zijn ze allemaal toch opgeheft? Ja, dat kan. Ja, dan ben je kwijt. Dan is alle vier kwijt. Ja. Maar dat komt niet. Ik hoef je niet meer te vragen, ga je nog natuurkunde studeren? Je snapt het allemaal al. Geweldig. Hey, hartelijk applaus voor deze twee dames. Dankjewel. Jullie science. Ja? Oké. Okay. Nou, en dan gaan we nu naar het experiment. Ik zou zeggen, gaan jullie anders even jullie spullen opbouwen? Dan doe ik even de afkondiging. Hè. Dat doen we normaal altijd aan het einde. Maar dat geeft de jongens even de gelegenheid spullen klaar te zetten. Want we zijn er dus iedere maand met Spinoza te paard. Er liggen hier ook een aantal flyers. Dan kunt u zien wat er op het programma staat. De volgende is Uitvinders van de Nazistaat met Joep Leersen. Dus dan krijgen we een meer maatschappelijk onderwerp.
Dat is dus ook weer op de derde dinsdag, dus op 20 november. Maar eerst hebben we nog Tech Talk Late Night. Dat is een nieuw praatprogramma hier in het Paard van Troje. Het gaat over informatietechnologie. We hebben verschillende gasten waarmee we discussiëren over mobieltjes, smartcards, dat soort dingen. Live muziek erbij. Ook gezellig. Dus elke eerste dinsdag van de maand Tech Talk Late Night. En elke derde dinsdag van de maand Spinoza te paard. Ja, we zijn ook klaar, maar ik wil eigenlijk nog even wat mensen bedanken natuurlijk. Allereerst natuurlijk Paard van Troje, waar we hier ontvangen zijn. NWO, die achter de organisatie zit. Daar zit Saskia van Driel, die ook in het wetenschappelijk comité zat. Naast iemand van FOM, Renier Hendricks. En iemand van de TU Delft, Paula van Thijs. Oh nee, die was van FOM. Jij was van FOM en jij was van de TU Delft. Even een applausje voor het wetenschappelijk comité. Goed. Ja, verder hebben we natuurlijk ook nog tijdschrift Quest, waar hij waarschijnlijk de aankondiging heeft gelezen. We hebben Andries van Rec Online, die alles opneemt. Michiel de VJ, Henk de DJ, die straks nog even wat platen draait. Mijn naam is Chris van het Hof. Ik neem bij deze afscheid van u, want nu volgt het experiment wat zo'n beetje langzaam naar de borrel gaat overlopen. Toch? Oké, tot zo. Ik wilde nog een slotwoord doen en het past bijna op het scherm. En we gaan een beetje weg van de Majoranus en iets laten zien wat iets breder vertelt over kwantummechanica en de nieuwe ontwikkelingen in kwantummechanica. Wat voor onderzoek we daar doen. En u weet dat kwantummechanica is de theorie van de deeltjes, de hele kleine deeltjes. Maar die zijn zo klein dat we die zelf niet kunnen zien. De atomen, enkele atomen, kunnen we niet zien. Dus de hele kwantumwereld is een beetje verborgen. Weg van onze menselijke schaal. We hebben er eigenlijk, ja, wat hebben we er eigenlijk mee? Behalve dan die natuurtheorie. Wat er in de laatste jaren in het laboratorium is gebeurd, is dat we met technieken uit de nanotechnologie steeds grotere systemen zijn gaan bouwen die zich nog steeds kwantum gedragen. Dus dat een stukje materiaal of een elektron over hele grote afstand in een superpositie kan zitten. En het doel was daarbij om te laten zien dat die afstand zo groot kan zijn, hè, dat je het met je gewoon blote oog kan zien. Kunnen we kwantumbits zien met het blote oog? Ze zaten altijd verborgen in de atomen, maar kunnen we ze echt zichtbaar maken? Nou, u ziet hier op het scherm een doosje wat ik gekregen heb van Leo Di Carlo, die supergrijnende qubits maakt in Delft. En in het doosje heeft hij dus qubits gemaakt die je kan zien. Het zijn een van de eerste zichtbare qubits. Je ziet het doosje vast. Ik laat zo meteen het doosje nog beter zien. Het doosje ziet hij hier zo. Het is een doosje dat helemaal dicht kan. En als ik daar ga inzoomen, dan ziet hij die zwarte stipjes. En dat zijn drie kwantumbits. Die drie kwantumbits kan je met het blote oog zien. En ik ga even het doosje erbij halen. Dus ik heb hier het doosje dus nu opengemaakt. En hier, dus ik geef zo meteen het doosje even af, dat u echt daadwerkelijk zelf kunt kijken. Maar als je goed kijkt, zie je die drie stipjes die daar op het scherm staan, die zie je gewoon met het blote oog. En die afstand tussen die stipjes is 1 centimeter. Dus heel duidelijk te zien. En wat de De Carlo-groep nu gedaan heeft, is dat je echt superposities en entanglement tussen die verschillende qubits kan krijgen door daar signaaltjes in te sturen. Je doet het doosje dicht. Er zitten 2 kabeltjes aan vast, daar kan je elektrische signaaltjes in sturen, waarmee je de superposities van die qubits, van die quantumbits, kan regelen. Het zijn quantumbits, we zien hier kwantummechanica met het blote oog. Dus dat is het eerste voorbeeld wat ik wil laten zien. Nou, dat werkt natuurlijk niet met alles wat groot is. Want als wij, je moet er wel, de details van die qubits, die zijn wel met nanometer precisie gemaakt. Dus je moet wel op de nanometerschaal alles heel nauwkeurig maken. Maar dan kan je het uitvergroten en ook zichtbaar maken. Ik geef dit doosje aan Gwen. Gwen, waar ben je? Hier is Gwen. En als u zo meteen naar Gwen toe gaat, na afloop, dan laat zij u het doosje met de qubits zien. Het tweede voorbeeld dat we kunnen laten zien, en dan gaan we het experimentje hier een beetje inrichten op de tafel, is een ander kwantumverschijnsel. En het heeft te maken met het kwantumverschijnsel waarbij het collectieve gedrag wat zo sterk wordt als je dingen goed aan elkaar vastmaakt, linkt. Dit verschijnsel is supergeleiding. Een supergeleiding is niks anders dan stroom, elektrische geleiding, door een draad zonder weerstand.
De elektronen in de superglijder zijn zo sterk aan elkaar gebonden dat geen van de elektronen eruit kan loskomen en een beetje warmte afgeven. Ze zitten allemaal vast in hun superglijdende toestand. En gezamenlijk, als een soort trein, gaan ze door het draad heen. Geen enkele wagon kan eruit springen. Nou, het experiment wat ik hier afbeeld is gedaan al een tiental jaar geleden in Amerika, waarbij ze een superglijdend lusje hebben gemaakt. Daar wekken ze een stroompje in op. En dan gaan ze later kijken in hoeverre dat stroompje is afgenomen. Als gevolg van dissipatie, als gevolg van wat warmteontwikkeling. En ze hebben gezien dat het duurt 3×10 tot de 92e jaar voordat het stroompje weg is. De leeftijd van het heelal is 10 tot de 9e jaar, zoiets. Dus het experiment, dat getal wat u ziet, is geëxtrapoleerd. Dat hebben ze niet gemeten natuurlijk. Geëxtrapoleerd. Maar het stroompje blijft dus veel langer zitten dan vele malen de leeftijd van het heelal. Als gevolg van dat gelinkte kwantumgedrag. Nou, dit fenomeen, supergeleiding, dat treedt nu alleen nog maar op bij lage temperaturen. We moeten eerst het materiaal gaan afkoelen voordat het begint te supergeleiden. En dat afkoelen dat kost ook al zoveel energie dat je netto niet heel veel wint. Als zouden wij een supergeleider vinden, vanuit materialen samenstellen, die ook nog bij kamertemperatuur supergeleidend is, dan hebben we wat. Want dan hebben we een geleider die niet dissipeert. Dan kunnen we energie vanuit de zonnecellen uit de woestijn hier naartoe brengen zonder enig warmteverlies. We kunnen energie opslaan in zo'n lusje wat maar rond blijft lopen. En we kunnen het gaan gebruiken wanneer we het nodig hebben zonder enig warmteverlies. Een supergeleider bij kamertemperatuur zou de volledige oplossing zijn van het energieprobleem. Dus daar zijn we echt naar op zoek. Nu moeten we nog afkoelen naar zo'n 200 graden onder nul, naar 77 Kelvin heet dat. Maar dan zien we wel een aardig gedrag van zo'n supergeleider. En Vincent die is al bezig, is al begonnen en er komt zometeen een cameraatje bij, zodat hij kunt zien wat er gebeurt. Een stukje supergeleidend materiaal wordt afgekoeld met stikstof. Dus dat staat te koken, dat stikstof, daar komen al die belletjes van. Dat supergeleidende materiaal, het loopt allemaal stroompjes in rond. En als we daar nu een magneetje vlakbij houden, dan zal die supergeleider dat magneetje proberen weg te duwen. Het wil geen magnetische velden in zijn eigen materiaal hebben. Dus het genereert stroompjes, wat precies de kracht, de zwaartekracht van het magneetje, opheft in de andere richting. Oh, daar is hij al. Dat ging snel. Levitatie. En stel je eens voor dat we dit bij kamertemperatuur kunnen doen, dan rijden we in de toekomst in treinen die netjes zweven. En bij dit experiment, als u wilt komen kijken, graag met harte welkom op het podium om de levitatie te zien of er zelf mee te spelen. Maar ik zou hier mee op dit moment willen afsluiten en u bedanken voor uw aandacht. Dank u wel. We'll be right back.